staan hier op de 57e straat aan de westkant van New York City. Zoals je ziet, ik sta hier voor het Hard Rock Café. Er zijn over de hele wereld een aantal Hard Rocks, zelfs in Amsterdam, Los Angeles, Tokio, Australië. Maar dit is de eerste en enige echte die geopend is in 1971. En in die 21 jaar tijd zijn er heel veel supersterren uit de muziekwereld en uit rock'n'roll die hier langs zijn gekomen en allemaal iets van zichzelf hebben achtergelaten. Wij gaan binnen even een kijkje nemen. Elk jaar komen er honderden duizenden toeristen uit het buitenland en uit Amerika zelf om hier een broodje hamburger te eten voor 20 gulden. En natuurlijk om te kijken naar alle waanzinnige dingen die artiesten in de loop der jaren hier hebben achtergelaten die aan de muur hangen. Zoals je ziet is het hier een beetje de John Lennon hoek. Dit is overigens de originele tekst die hij uitgetypt heeft van het nummer Imagine met een paar verbeteringen erbij in zijn eigen handschrift. Het brilletje van hem, weliswaar gebarsten, maar ik neem aan dat het origineel is. Als je aan deze kant kijkt, dit is een jas die Elvis Presley ooit heeft laten maken voor Muhammad Ali toen ze elkaar ontmoeten. Hier een motor, een beetje onduidelijk aan wie die toe behoort, maar het staat wel heel leuk in de zaak natuurlijk. Zie je een beetje verder lopen, hier zie je de originele studiobanden die gebruikt zijn voor de opnames van Tommy van The Who. Dat is het bladmuziek wat het orkest voor Tommy gebruikt heeft. En aan deze kant zie je de originele platina LP en drie gouden singles van Michael Jackson's Thriller. En kijk, toen had hij nog zijn eigen neus. What is the cheapest item you have here? Cheapest item we have is the logo pin. Oh, $3.50? Yeah. Great, how about the most expensive item? The most expensive is the bomber jacket. Great. Now what kind of discount could I get? Nah, just kidding. Thanks. You're welcome. Hello. I'm Phil Collins and you're watching Europe's number one rock show, Countdown.